allemaal. Ik ga vandaag naar de kapper en dat is bij kapper Martin. Als je nou in Haarlem woont, dan ken je die sowieso. Er zit een gedempte raamgracht, is het toch? Ja. In de Vijfhoek. En dat is een kapper die... Nou, voor hoe lang zit je hier al? 25 jaar. 25 jaar. Dus, 17 oktober. Oh, wat leuk. Oh joh. Nou, ja. Dat is... En ik fietste altijd langs als kind. Ja, dus, ik dacht, nou, moet een keer naar deze kapper zijn geweest. Nou, eigenlijk mag je hier wel weer niet te kort, maar best wel even weer een stukje af. Maar hier aan de voorkant. Ja. Maar je mag wel even wat meer. Ja, zo. Maar dan zit je inderdaad al lang hier, 25 jaar. Nee. Ja, top. Ja. Net over je schouders. Ja. Dan wil je altijd al kapper worden. Ja. Dat is op zich wel een bijzonder beroep voor een man, meestal als vrouw. Toen ik op de lagere school zat, wist ik al dat ik kapper was. Oh, wat leuk. Weet je nog waardoor dat kwam? Had je iets door gezien neef of zo? Oké. Nee, die was al kapper. Ja, dat wil ik wel, kapper. Wat goed. En toen naar de kapperschool, zeg je tussen allemaal dames of viel er mee? 27 leerlingen, 2 jongens. Veel aandacht waarschijnlijk. Ja, zijn er wel eens mensen die kapsels nemen waarvan je denkt van oeh, doe het niet? Asymmetrisch. Oh ja. Ja, doe het niet. Alleen niet van. Nee. Ja, heb je zelf rare kapsels gehad? Ik er nooit. Nee? Altijd lang haar. Oké. Ik heb een beetje rare oren. Praktisch. Altijd bedekt houden. En geen rare kleuren, gebleekt? Nee, nooit. Nee. Altijd zo. Oké. Ik zat net te kijken naar die paaltjes, maar dat is echt iets van kappers, toch? Die, maar waar komt dat vandaan dan? Uit de middeleeuwen. Toen was de kapper de chirurgijn. Dus toen trok je ook kiezen en dan was hij aarde later. Jo, als ik nog een gaatje heb, dan moet ik bij jou eens. Trek hem eruit, hè? Je had dan drinkwater, dat is in de middeleeuwen, dus vandaar het blauwe. Ja. Oh, rood was dan van het aarde later. En het was de man met de gereedschap, dus hij kon haren knippen, dingen wegsnijden. Ik heb een keer mijn punten groen geverfd, want dat was hip of zo. Ik was een jaar of 18. Dan heb ik 4 uur in laten trekken. Wow. Dus, het was een hels, maar het was echt de helft van mijn haar of zo. Echt knalgroen. Ja. En dat bleef er nog lang in zitten? Ja, het ging er niet meer uit. Het was een soort zeewier op een gegeven moment. Het zag er niet uit. Dat doe ik nooit meer. Nee. Dat was je enigste verfervaring? Of? Ik heb rood gehad, ik heb bruin. Nee, je niet. Ja, paars. Maar nu hou ik het even safe, geloof ik. Ook voor mijn werk. Mijn dochter zit ook op de kapperschool, dus wie weet. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Oh, hoe heet zij? Tonsie. Oh, wordt het een kapper Tonsie of, of een soort mix? Ja. Als je dit weer korter maakt dan... Ja, en dit moet je maar gewoon laten, want dat kan je wel weghalen, maar dat groeit. Dit, dat is als kind, dat begon hier. Dat was zo'n soort tulband van krulletjes voor mij. Ik zie hier zo'n klepje. Ja, roken. Het is al van roken. Oh, is dat goed gedaan? Toen mocht dat nog. Ja, toen ben ik hier. Nou, mooi. Doei. Hey, je hebt het mooi gedaan. Ja. Top, ja. Top. Leuk. Oh, ik ben hier dus echt heel erg blij mee. Want normaal ga ik altijd dezelfde kapper. En die is ook zeker prima. Maar het is dus zeker niet verkeerd om een keer een andere te proberen. En wat mij betreft een geslaagde Haarlemse kapper. Ik ben echt heel blij mee. Het zit weer een beetje vol. Want het hing altijd als een soort dwel op mijn hoofd. En nu is het weer gezond en lekker. Dus kapper Martin is zeker een aanrader. Hij is ook niet duur. Hij is maar €20 om te knippen. Dat vind ik niet duur, want ik ken echt wel duurdere kappers. Dus oké, nou, dat was mijn vlog voor deze keer. Heb je nou een plek in Haarlem dat je zegt, maar dit komt hier langs, kom bij mij een bakje drinken. Geef mij een kijkje achter de schermen bij jouw Haarlemse bedrijfje bijvoorbeeld. Wat ik ook nog wil vragen, ik ga een serie beginnen, dat heet Proefles Getest. Ik heb er een paar van gemaakt, maar nu heeft hij een naam. De naam zegt het al, ik ga proeflessen testen. Sport. Maar het kan ook hobby zijn, het kan zangles zijn, het kan ballet zijn, het kan dikke dames schilderen zijn. Zag ik toevallig voorbij komen. Van alles. Dus heb jij een idee, reageer zeker onder. Vergeet niet te abonneren voor nog meer Haarlem vlogs. En tot de volgende keer.